We lopen hier over een industrieterrein in Rotterdam en we gaan vandaag naar de Tiny House Meetup. Wat doen we? Gaan we de goede kant op of moeten we daarheen? We zitten hier met z'n allen in een tiny house gepropt. En we zijn bij Jan Willem en Noortje thuis. Thuis? Ja, welkom. Wonen jullie eigenlijk al? Nee. Nog 2 weekjes en dan gaan we hier echt intrekken. Ga je nu door de keuken naar de badkamer? Oh ja, ja, dat is belangrijk natuurlijk. We hebben bewust gekozen voor een dwarse keuken. Want dan kan je eigenlijk, dan heb je gewoon wat meer ruimte in je woonkamer om... gezellig bij elkaar te komen en gezellige dingen te doen enzovoort. Maar goed, om wel een beetje te kunnen werken in je keuken is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook ruimte hebt. Dus we hebben deze unit geïnstalleerd, die je op deze manier vast kan zetten. En dus nog even... Moet je altijd met z'n tweeën voor thuis zijn. Ja, precies. Ja. We kunnen niet koken als alleen zijn. Nee, precies. Dan wordt gewoon afhaal. Nou, dan loop je hier door naar de badkamer. Het is wel iets minder privacy dan bij Marjolein, want die staat in een weiland. Ja. Hier kan je met z'n tweeën inzitten. Wat ook wel leuk is, is dat je moet je handen wassen nadat je naar de wc bent geweest. Want het water, wat we nu nog niet hebben, maar dat kan hier doorlopen. En dat komt dan hier bij je urinoir, komt dat eruit. Dus dan wordt je urine direct vermengd met het water. Het is onze split level deel van het huis. Dus we slapen hieronder. En als je naar boven loopt, dan gaan we hier een beetje werken. Een bureau. Daarboven lijkt wel een soort dansvloer, joh. Ja. Volgens mij moet die even getest worden. Ja, wat ook grappig is dat ze het licht kunnen omgooien. Ja, dus als Jan Willem hier niet aan het werk is en ik wil daar lezen, dan kan ik onder de leeslamp. Leuk om jullie huisje te zien, Noortje en Jan Willem. Ja. Bedankt voor de rondleiding. Graag gedaan. Ja, dat is heel fijn. Fijn dat jullie even iedereen eruit gooiden die op deze tiny house open dag binnenliep. Ja, zeker. Dat wij even privé konden hier. Wij gaan vast nog veel meer mooie filmpjes maken over andere duurzame plekken. Waar moeten ze dan heen, Hilde? Finding a better way to live. Zo heten wij. Doei! Doei! Doei.